Hallo allemaal, uh, vandaag voor jullie een vlog, hall-achtig filmpje. Ik had gewoon even zin om een beetje te babbelen met jullie uh, over van alles en nog wat uh, de vakantie die gepasseerd is, wat ik allemaal gedaan heb, wat ik allemaal gekocht heb. Niet zo heel veel gekocht, maar toch een klein beetje genoeg om jullie interesse hopelijk uh, te wekken. Um, en ja, het was weer lang geleden dat ik nog zoiets een random filmpje heb opgenomen, want al mijn voorgaande filmpjes uh, waren nogal. Uh, ...technisch. Dus tutorials. Um, en ja, ik weet dat er een aantal mensen... Uh, ...op hadden gezegd dat ze het een beetje te stijf vonden... ...en een beetje te... ...niet meer zo... Wee! ...en happy. En daarom deze filmpje. Om toch een beetje jullie die... Um, ...vrolijke... Uh, ...filmpjes terug te geven. En ik vind die zelf eigenlijk ook het leukste om te filmen. Dus uh, vandaar, ja. Um, natuurlijk, de filmpjes in het begin... Uh, ik heb die altijd alleen gefilmd zoals jullie weten. En nu film ik ze niet meer alleen. Dus nu worden ze voor mij gefilmd. Uh, zit er iemand achter de camera die eigenlijk het uh, moeilijke werk op zich neemt? En dat is ook voor mij een beetje een hele aanpassing geweest en nog altijd een beetje vreemd. Want nu zit ik niet tegen een camera alleen te praten, maar zit ik ook daadwerkelijk tegen een persoon te praten. Uh, dus dat is toch wel helemaal anders. Uh, en waardoor dat het ook wel terug een beetje wennen was uh, om ja, toch terug die spontane zelf te zijn. Maar laat ons hopen dat het vanaf nu weer helemaal terug uh, mijn vrolijke zelf ben. Want dat hebben jullie graag en ik uh, vind het ook wel eens leuk om gewoon wat te babbelen tegen jullie. En zoals we nu aan het doen zijn. Dus ja, dat zijn we nu aan het doen. Goed. Uh, ik ben in de vakantie. Uh, hebben wij eigenlijk een uh, Amerikaanse vriendin op bezoek gehad. En zij. Uh, is twee weken hier geweest. Allee, niet twee weken hier, maar zij is met mijn vriend een weekje naar Ierland gegaan. En een uh, weekje hier bij ons in België gebleven. Dus uh, dat weekje in België hebben we natuurlijk proberen zoveel mogelijk leuke dingen te plannen uh, voor haar. En voor ons natuurlijk was dat ook leuk, want ik had vakantie, mijn vriend had vakantie en uiteraard zij ook. Dus uh, wat zijn we eigenlijk gaan doen? De eerste, het eerste wat we gedaan uh, hebben was denk ik naar een bandenbuilding geweest. Um, dat is eigenlijk een, een, een verlaten gebouw dat leeg staat. Uiteraard verlaten, hè? leeg staan, is het ongeveer hetzelfde. En um, dat is eigenlijk, daar mag je niet in. Dus eigenlijk um, breek je daar dan bij wijze van in en ga je daar eigenlijk wat rondkijken en rondneuzen. En je blijft wel overal af, dat is wel een van de, van de dingen. Dus je forceert geen deuren, je gooit geen ramen in. Je, je gaat er eigenlijk gewoon binnen wanneer je binnen kan en kijkt rond. Dat was eigenlijk toch wel een beetje uh, griezelig ook. Ik had toch wel toch wat, uh, de, de, ja, hoe zeg je dat, de kriebeltjes. Uh, want dat was toch wel iets heel spannends om te doen. Zeker ook met mijn job. Ik weet eigenlijk niet of dat ik daarvoor in de problemen kan geraken om dat te doen. Maar goed, jullie vertellen dat waarschijnlijk niet verder, toch, onze afspraak? Ja, oké, okay, dan is het goed. Um, maar dat was heel spannend om te doen. Het was ook een pracht van een dag. Oh, ik was ziek die dag, ik was ziek. Want het was helemaal in Luik dat we... <laughs> ja, mijn vriend daarachter zit al dit teken te doen, want ik ga het jullie vertellen waarom ik ziek was. Um, wij hadden de avond ervoor, hadden we, uh, een heel, had mijn vriend een hele grote schaal met um, Long Island Iced Tea gemaakt en we uh, echt een heel grote schaal voor deels we drie we waren zo van oei we hebben de verhoudingen toch precies iets minder goed inge ingeschat maar ja je kent dat dan want het is gezellig van het, een komt het ander en we hadden toch eigenlijk die schaal praktisch leeg er was nog wel ja, toch nog wel wat overgelukt. en uh, de volgende dag was dan die, die trip naar, naar Luik dus uh, van Brussel naar Luik toch wel een, een, een tijdje in de auto en misselijk en ziek zijn. Dus ik heb echt mijn ontbijt er helemaal uitge... terug uitgebracht. Ja, jullie. Jullie kunnen het concept wel voor jullie zien. Ik ga er geen tekeningetje mee maken. Maar ik was echt helemaal niet goed, maar gelukkig tegen dat we aankwamen, was mijn maag volledig leeg. Um, en, en was ik toch al wel wat beter en heb ik toch wel van die dag kunnen genieten. Uh, we hadden ook super goed weer. Het was echt een super mooie omgeving. Ik zal jullie nu van die dag een aantal foto's uh, laten zien. Dan kunnen jullie meegenieten. Het goed weer is altijd heel handig en leuk om te hebben. Dus, uh, het gebouw, trouwens, dat was een, een verlaten mijn. Uh, een, een verlaten steenkoolmijn, uh, waar dat ze dan ja, de, de dingen uithaalden. En het was echt wel een heel groot gebouw ook. Uh, ik ben er zelf niet helemaal in gegaan, want ik, ja, ik, ik, ik had te veel schrik eigenlijk. <laughs> dus uh, wij zijn dan even uh, aan de kant gaan wachten tot de Amerikaanse uh, vriendin. Zij doet dat trouwens op regelmatige basis. En dat noemt eigenlijk Urban. Urban exploring, dus ja, je kan dan uh, gebouwen opzoeken die dat de moeite zijn om te bekijken. Ik vond het wel een heel leuke ervaring. Ik wil dat nog wel eens doen, maar misschien niet direct in de nabije toekomst. Uh, dat was dus een van de eerste leuke uitstappen dat we gedaan hebben. Wat hebben we dan nog gedaan? Dan zijn we een dag naar Parijs gegaan. Oh, Parijs, en wat moet er daar gebeuren? Uiteraard. Een klein beetje winkelen. Niet te veel, maar toch een klein beetje. Uh, dat heb ik dan ook gedaan. Uh, uiteraard, de eerste winkel waar ik binnen moest, dat was. Wie weet het. Sephora. gekocht dus ik hoop niet dat jullie teleurgesteld gaan zijn. Maar qua make-up enzo heb ik echt ik heb al zoveel. Ik heb echt al eigenlijk heb ik niets meer nodig. Dus ik ben voor mijn doen super flink geweest. Ik heb eigenlijk maar drie dingetjes gekocht. Het eerste is deze uh, face wash. Dit is een face wash met eigenlijk een exfoliërende borstel of brush aan. Dus oeps. Zien, dat zit er zo een borsteltje aan. Zit. En dan duw je het product er eigenlijk uit en dan masseer je dat zo lekker op je gezicht. En eigenlijk ben ik met dit product, ik heb het al een aantal keren gebruikt, ben ik super tevreden van. Uh, dus als je in Sephora bent en je bent op zoek naar een nieuwe cleanser voor je gelaat, uh, is dit wel een interessante optie om, om te doen. Hij is ook voor alle huidtypes Dus uh, ja, ik ben hier zeer tevreden van. En dan, wat heb ik nog gekocht? Ook een reinigings. Oeps. Ik ga niet heel de zak meenemen. Ook een reinigingsproductje, dit is een reinigingsgel. Uh, voor eigenlijk je make-up te verwijderen. Speciaal voor waterproof make-up. Uh, dus er staat ook op de verpakking dat je het op een watje moet pompen en dan moet aanbrengen. Ik heb het twee keer gebruikt. Ik heb al zoveel van gebruikt, dus dat is eigenlijk best al wel veel. En ik ga eerlijk zeggen dat ik er toch niet zo te spreken over ben. Hij verwijdert mijn make-up wel, maar hij spreidt de make-up. Ik heb zo het gevoel dat hij de make-up eigenlijk zo wat over mijn gelaat uitwrijft. En dat je dan ja, zo wat een grauwige schijn op je gezicht krijgt. Van alle oogmake-up die dan over heel je gezicht uh, verspreid wordt. En die gel die droogt ook op. Dus je kan niet, het is niet zoals een olie dat je kan blijven boenen en schrobben. Maar ik heb zo het gevoel dat hij eigenlijk ook wat droog aanvoelt. Um, dus ja, voorlopig nog niet echt um, zo de moeite waard. Maar ik ga hem nog eens een paar keer op andere... Manieren proberen gebruiken en wie weet werkt hij dan weer uh, wel goed. En dan het laatste is misschien het meest interessante: uh, dat is de Urban Decay Primer Potion. Jullie weten dat ik die altijd gebruik. Mijn favoriete oogschaduwbasis uh, om te gebruiken. En ik heb nog wel een bijna volle tube, maar ik heb er nog een gekocht zodat ik een tube in mijn kit kan steken. Dus voor mijn professionele werk, voor mijn werk eigenlijk. Want jullie weten dat ik ook uh, make-up doe uh, als job. Dus ik werk uh, zelfstandig en voor de tv, maar goed. Voor tv gebruik ik dat nu niet zoveel. want dat is meestal maar moet dat er maar een half uurtje op blijven zitten de make-up. Dus dan is het eigenlijk niet echt nodig om daar een primer voor te gebruiken, maar voor de fotoshoots bijvoorbeeld wel. Dus dan daar nog een extra, kan nooit kwaad. En dat was het eigenlijk van Sephora. Ja, ik weet het niet zo heel erg veel. Ik ben flink geweest, maar dan. Een mak kan ik ook niet laten om daar toch even binnen te springen. Eigenlijk niet helemaal de bedoeling geweest om er binnen te stappen. Maar het was ook gewoon van binnen echt een super mooie um, winkel. Dus ja, je ziet zo, het is uh, super mooi van binnen. Uh, met met, met ja, van die panelen aan de plafonds. Uh, super spacey of modern. Ja, echt een, een heel erg knappe winkel. Uh, en daar heb ik eigenlijk deze blush gekocht, dat is een extra dimension blush. Zat in het vaste assortiment. Uh, ik wist niet dat ze extra dimension blush in het vaste assortiment hebben. Ik denk dat ze dat bij ons niet hebben, dus vandaar dat ik er wel direct naar gekeken had. En dit is de kleur At Dusk. En dit is een super super lichte roze blush, een heel erg lichte, want dat is echt wel voor mijn huidtype uh, ideaal. En ik heb hem echt al super veel gedraaid. Ik heb hem nu ook op, maar je zal er niet zo heel veel van zien. Uh, maar het is echt wel een heel erg mooie roze blush met een klein glansje. Het is geen matte blush, het is ook geen blush met glitter in of glans, maar echt gewoon een, een dewy finish. Dit is nu echt een blush met een dewy finish. Uh, ik zal even een swatch, swatchje, kan dat woord niet goed uitspreken, uh, even laten zien op mijn hand. Hij zit hier. Dus echt een super mooi. Babyroos kleurtje. Echt voor een, voor een roze kleur, best wel een unieke kleur. Ja, in mijn ogen dan toch. Kleur die ik nog niet echt had. Zo, dus daar ben ik super blij mee. En wat had ik dan nog gekocht, eigenlijk niks bijzonders. Gewoon van die uh, spoelie borsteltjes, van die mascara borsteltjes. Ja, ook weer voor het werk. Ik was er nu toch, ik had het toch nog nodig, dus dan dacht ik van, ik neem het ineens mee. En jullie weten dat ik korting krijg op Mac. Dus eigenlijk deze blush kost normaal gezien rond de 25 euro. En ik heb maar een 18 euro betaald voor de twee dingetjes. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Oké, okay, even wegsteken die handel. En dan... Um, ja, Parijs. Heel erg leuk uiteraard. Eiffeltoren gezien. We hadden ook weer fantastisch goed, mooi, leuk weer. Dat doet ook heel veel aan je dag. Hè? Als je goed weer hebt, dan... dan ben je gewoon al helemaal... En ook gewoon, Parijs is gewoon een, een leuke stad. We hebben daar nog heel erg laat rondgelopen. Ik denk dat we pas tegen een uur of twaalf thuis waren. Dus echt nog wel een hele lange dag. Het was maar één dag dat we geweest waren. Uh, goede Franse wijn gedronken, ook heel belangrijk. Toen had ik gelukkig geen kader. Oh ja, oh ja, mijn vriend doet het teken. We zijn ook naar een kerkhof gegaan. Dat was ook echt superleuk. Uh, mooi kerkhof, uh, wat was het de naam? Père Lachaise, heel bekend, kerkhof, uh, Ook de moeite waard om eens naartoe te gaan. Daar kan je echt wel uh, een aantal uurtjes uh, zoet mee zijn. Beke een aantal bekende personen die daar liggen, onder andere Chopin, ligt daar um, uh, Alleen van uh, de schrijver van Oscar Wilde, dus qua zeggen de schrijver van um, Portrait of Dorian Gray en nog andere bekende. Ja, Jim Morrison, zijn graf hebben we ook gezien. Um, ja, en nog wel wat, wat graven. Er was één speciaal graf, ah, daar hebben we geen foto van, denk ik. Maar dat was eigenlijk een, een, een heel simpel, dun driehoekje en op dat graf lag eigenlijk de mens die begraven was. En op dat stambeeld, ja dat is een bronzen stambeeld, daar zag je waar dat de mensen aangekomen waren. En je moet nu eens raden welke twee plaatsen waar de mensen over gevreven hadden. Nee geen idee of wel een idee. Wel het eerste plekje was het gezicht. Je zag duidelijk het gezicht dat daar veel aangekomen was. Maar het tweede plekje was ja, de, de man in kwestie zijn um, kruis van onder. Het was nogal vrij groot geschapen en je zag dat eigenlijk nogal vrij hard liggen en wij allemaal van oeh. En net toen we daar langs kwamen waren er ook een, een, een stel grietjes of een stel uh, jonge dames die uh, nogal vrij uh, Wilderig met de handen waren aan het betasten op de bepaalde plek. Dus dat was wel heel erg grappig, maar ik denk niet dat we daar een foto van hebben. Dus uh, ja, In ieder geval een hele leuke dag Parijs gehad. Uh, wat zijn we dan nog gaan doen? Brugge? Dat je Brugge geweest, ook weer heel mooi weer, uh, ook weer uh, mooie omgeving. Maar niet zo heel speciaal eigenlijk. Brugge was meer een beetje rondwandelen, iets gaan drinken en wat genieten. van. Uh, en ik denk dat dat de meest belangrijke dingen zijn die ik gedaan heb. Dan een vriendin van mij, mijn beste vriendin Marjolein, zij is naar Berlijn gegaan, de gelukszak. En zij had voor mij... Hè, Kiko. Ja, ze zei, ik ga naar, ik ga naar Berlijn. Ik zeg, oh, dan moet je voor mij wat meebrengen voor Kiko. Dat heeft ze uiteraard gedaan. Uh, het eerste... Wacht, ik ga ze eerst even eruit halen. Het eerste wat ik had gevraagd, waren eigenlijk twee productjes, maar één was er niet meer. Dat is een wenkbrauwpotloodje dat ik altijd gebruik. Maar helaas zijn er meer mensen die dat altijd gebruiken, want het was voor op. Uh, en dan had ik nog deze eyebrow marker gevraagd, dus eigenlijk een, een stiftje voor de wenkbrauwen. En ik heb toen dezelfde kleur gepakt als het potloodje dat ik normaal gezien gebruik. Maar ja, het is denk ik iets te donker. Dus ja, het is echt zo'n stiftje. Ik zal even mijn hand ervoor houden, dat je het goed kan zien. En daar kan je dan, ja, zo wat haartjes mee tekenen. Hè. Maar ik vind de kleur, het is wel bruin genoeg, het is wel uh, assig genoeg, dus koel cool genoeg van ondertoon. Maar het is denk ik iets te donker. En ik vind eigenlijk ook dat het niet zo heel erg goed werkt. Ik heb het nu nog maar twee keer gebruikt, dus moet het misschien nog een beetje meer gebruiken. Om er echt van te kunnen zeggen wat ik ervan vind. Um, dan heb ik nog deze hele mooie... Um, ik ga even kijken hoe het noemt. Radiant Touch Creamy Highlighter stick. Dus dat is een, 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 een stick die een mooie glans geeft en je laat dus een highlighter echt. Uh, die heb ik ook nu op. Ik hoop dat het niet te hard is dat je het ziet glimmen. Want ik weet in een van de vorige filmpjes dat ik ook een highlighter op heb, was ik precies een disco bal. Dus ik hoop dat deze iets subtieler is. Maar ik heb hem dus nu ook een beetje hierop, en een beetje hier. En dit is vooral een leuke highlighter, omdat dit een rozige highlighter is en geen echte rode uh, gouden bedoel ik. Dus je ziet hem, ik heb hem hier een beetje opgedaan. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien. Een klein beetje de glans misschien. Maar in ieder geval, dat is deze highlighter stick. Ik had nogal eens een highlighter stick van Kiko, dat was toen een Limited Edition met een gouden glans. Daar was ik ook heel tevreden van. Dus vandaar deze. Dan had ik nog een borstel gevraagd om mee te nemen. Dus, deze is een, uh, een gezichtsborstel. Ik heb hem nu al één keer gebruikt voor uh, vloeibare blush-producten en contourproducten. En ik ben er heel tevreden van. Ik uh, moet hem nu nog wel eens wassen. Dus, meestal nadat je het gewassen hebt, kan je pas echt zeggen of een borstel een goede borstel is. Dit is trouwens de Face 107 um, Curved Foundation Brush met synthetische haren. En dan nog een paar nagelakjes, uiteraard. Je kan een kiko niet verlaten zonder nagelakjes. Deze felgele nagelak, goed voor wanneer de lente er is. Het is wel een heel coole gele nagelak, dat vind ik er wel goed aan. Dan een blauwe nagelak, die heeft mijn vriendin voor mij gekozen. Ik had gezegd, neem maar wat mee. Uh, een heel mooie blauwe eigenlijk. Uh, ik heb hem deze nog niet getest, dus ik weet ook niet wat dat is op de nagels. En dan had ze twee van die speciale lakjes meegenomen en dit is van de cupcake collectie. Dus dat zijn eigenlijk lakjes die dat, ja, stipeltjes bevatten, zowat vlekjes bevatten. Uh, een gele en een roze. De gele heb ik al aangehad. Toen kwam mijn broer toevallig op zoek en die zei: wat een je nagels. Dat is precies guljette Maar. Dat is geen golette soep. Het is trouwens een geel lakje. Ja, er zitten wat blauwige, groenige spikkeltjes in. Dus ik snap wel waarom dat hij dat zei, maar ik vond het wel grappig. Dus. Uh, en die roze. Dus uh, deze twee lakjes. En dat ben ik uitverkocht. Ik wou eigenlijk naar Parijs wou ik eigenlijk ook vloggen. We waren erover bezig op voorhand. Ah oh ja, we gaan vloggen. We gaan een, een, een GoPro's, GoPros meepakken om te kunnen vloggen. En natuurlijk vertrekken we, komen we aan en vergeten we dat. Dus uh, wij gaan binnenkort ook, binnen een paar weken, gaan wij een aantal dagjes naar Londen. Uh, genieten van Londen hopelijk. En dan gaan we hopelijk jullie meenemen. Dus gaan we hopelijk ook een GoPro meepakken. Dat is een klein cameraatje. Om een beetje uh, jullie ook van Londen te kunnen laten genieten. Uh, en wat te vloggen daar. Dus uh, ik hoop dat we het niet vergeten. Dus wij gaan in de paasvakantie. Uh, van wanneer tot wanneer is dat? Rond de 12e april. Uh, 10... 10, 11, 12, 13 april, zoiets. Uh, gaan we naar Londen? En dan uh, hopelijk uh, kunnen, kunnen we jullie meenemen en heb je iets meer dan alleen foto's. Foto's zijn natuurlijk ook wel leuk. Goed, uh, ik denk dat ik hier ga stoppen, want dit gaat al een lange video zijn geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om nog eens gewoon een babbelfilmpje te hebben gezien. Ik vind dat altijd super leuk om te doen. Dus uh, zeker tot een volgend filmpje. Bye!